En hallo mensen, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in een potje. Straks team Hunter, team Deathmatch. En ik ga vandaag spelen met de enige echte Rift. Want die heb ik daar gekregen. Hier uit. Echt gewoon net na de. Hier staat de Rift. En hier echt hiervoor staat de Bench. Dus die kreeg ik er meteen daarna. Ik dacht, de Bench video werd goed ontvangen. Dus ik dacht, ik doe meteen een Rift video erachteraan. Want die kreeg ik er meteen achteraan. Wat ik wel ga doen. Ik ga, aangezien jullie gemerkt dat de Rift niet eens eentje heel chill speelt, doe ik er wel een XR2 bij, omdat ik daar een headshot mee moet halen. Dus een beetje 2 in 1, een beetje extra punten bij pakken, het is allemaal gratis. Dus ik doe het, neem het gewoon lekker mee, we gaan gewoon lekker ons best doen. Ik probeer zoveel mogelijk met de Rift te spelen, maar wat eigenlijk mijn tactiek is, het is en blijft toch een beetje de video voor de Rift. Wat ik probeer te doen, is headshots maken op long range met de XR2 en op short range met de Rift. Want ik heb ondertussen even met de Rift gespeeld. En die speelt het best op short range. Als je raak schiet, dan is het op short range perfect. Maar op long range is het eigenlijk niet te doen. En als je dat al weet, ga ik het op die manier ook toepassen. En ik moet met dit ding per toeval nog headshots halen. Dus waarom ook niet? Het is geen hardcore, dus het kan allemaal prima. Ik raad ook de Rift niet aan op hardcore, want je bent veel te snel dood, omdat dat ding 2 kogels moet schieten. Dat is helemaal geen doen. Het werkt helemaal niet zo. Wow! Goed gecampt. En dan gaan we hier, als we het huis ingaan, gaan we gewoon een beetje overschakelen naar de Rift. Hoppatee. Ah, ik moest nog even herladen, man. Kom op. Maak hem niet te moeilijk. De Rift is goed voor buiten. Of de Rift is goed voor binnen. En de andere prima voor buiten. Hup. Oh shit. Ik had hem helemaal niet gezien. Oké, het is ook een beetje een dode hoek dat hoor. Maar holy shit. Ik had hem niet gezien. Bam. Oké. Ik weet niet welke kant ze spannen, maar ik denk aan deze kant dat ik hier niet zoveel teammates zie namelijk. Oh, dit was een teammate. Los, schrok een beetje. Er wordt daar in ieder geval hard gespamd. Sorry, ik hoorde jou al. Sorry man, ik hoorde jou. Het spijt me enorm, maar zoals ik al zei, op short range is dit ding geweldig. Oh, ik was niet opletten. Ik was net aan mijn neus aan het krabben, dat moet ik ook helemaal niet doen. Dat is helemaal niet belangrijk, die neus. Oké, hier ging iemand dood net, zie je. Dus, waar is de enemy die hem gekillt heeft? Hij zit vast binnen. Ik zie daar al de Marshal voorbij komen. Nou, ik hoor daar ook alweer een Rift. Iemand heeft mijn wapen gepakt, zo te horen. Godverdomme. Ik heb mijn haar niet gedaan, want het is vakantie. En dat mag dan ook wel een keertje. Kom op. Gun mij. Ze durven niet met huis te komen, denk ik. Surprise! Meteen. Wat toppie dit. Toch wel even het raampje, denk ik. Oké. Hup. Dank je. Ik weet niet waar ze nog meer zitten, maar ik kom niet echt veel mensen tegen. Dank je, dat duurde even. Die op long range is dit dus al wat moeilijker, dat geef ik eerlijk toe. Ik probeer zoveel mogelijk met een Rift te spelen. Maar het is nooit een probleem als ik ook even een XR2 kerretje oppakken natuurlijk. Mooie kill, eerlijk. Wat? Ik had hem sowieso. Met 4 kogels niet geraakt? Dit is een beetje bullshit.
Oh, zo, ik had je wel, hè. Doei. Ja. Deze hebben we erbij. Oké, even omlopen. Eigenlijk moet je dit ook niet doen, hè. Een huisje ingaan met een... met zoiets als dit, maar... aan de andere kant, waarom ook niet? Er komt er eentje. Nee, ik hoor ze nu niet meer. Oké. Okay. Waar staan zij? Ik zie het niet meer, jongens. Oh! Ik speer zonder de. Oh, mijn microfoon was. Zonder die extra 2, zonder de boa had ik hem niet gezien eerder. Ik klop respect af aan de XR2, aan de boa scope eigenlijk. Aan de boa scope vooral. Gaat headshots erbij, nog verkeerd. Heerlijk. Oh, waar zijn ze? Waar is iedereen? Zijn jullie hier? Oké. Er zit hier eentje, dat zie ik ook wel. Friendly UAV inbound. Oh, ik zag hem even niet meer. Jammer. Ik probeer ze wel wat terecht te spelen, daar niet van. Maar soms is dat gewoon even makkelijker met XR2. Dat dit ding dus echt gewoon short range perfect. Alles echt niet. En dan dus even met die boa, zullen we nu dan even kijken of het in de buurt is. Ik hoorde hem niet. Ik hoorde niet waar hij vandaan kwam. Ik hoorde iemand springen. Nou, het zal wel. Als ik het niet meer weet, ga ik gewoon zwemmen. We're winning this fight. Ja, dat had ik ook wel door, man. Hup. Hostile sniper. Oh, ik was net te laat. Oh shit, waar zat die? Wie? Oh, ze worden lekker jumpscared. Hostile HCXD in your AO. Waar zit die? Waar zitten ze? Ja, jammer. Hier moeten ze spannen, alleen het is hier moeilijk te zien met dat tegenlicht. Ik heb ook nog even wat gratis. Ik heb ook nog headshots nodig, oké. Okay. Oh, ja, daar gaan we. 13-9 met de XR2 en de Rift. Ik vind het hartstikke netjes persoonlijk. Zeg maar zelf, ik vind het netjes. Kijk eens aan, even de killcam kijken. Kijken. Oh ja. Nou, dat is een prima kill. Geen bijzondere kill of zo, maar het is prima te doen. Het is geen epic kill of zo. Kijk, mijn team ging lekker. Oh shit. Wow, die is wel tof. Eerlijk. Die is tof. Die vind ik tof. Ik vind sowieso dit poppetje heel. Dat hoofd van de eerste hier. Dat is echt scary. Volgens mij heb ik die trouwens ook. In ieder geval, als jullie deze video tof vonden, ik wil trouwens ook even kijken hoeveel headshots ik heb. Dat heeft hier niks mee te maken, maar het is toch leuk om te zien. Of de combinatie tussen met een XR2 en een Rift gaat sowieso goed samen, vind ik persoonlijk. Want een beetje headshots schieten, een beetje kloten. Rift is goed dichtbij, echt goed dichtbij. En de XR2 is prima of ver af. Met een boa, ja, gaat hartstikke prima. Ik vind het echt prima gaan. Laten we er even naar kijken. In ieder geval, eerst de Banshee en nu de Rift. Ik heb ook nog ergens een MX Garand. Even kijken, we zijn level 19, 75 headshots, hartstikke top. Daar, en om de reden dat ik zag dat ik 75 headshots heb, was ik benieuwd hoeveel ik dit ding gemaakt heb.
Even kijken. 2 headshots. Ik had het idee dat het er meer waren, maar oké. Okay. We gaan dit dingetje... Oké, we gaan er even kijken. Dus dit gaat goed samen, jongens. Iedereen, hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet te like achter te laten, te reageren en te abonneren hier beneden onder mij. Onder de reacties, kanaal, ding. Je kent het wel, de beschrijving. Doe dat even voor mij, allemaal gratis. Daar word ik hartstikke blij van. Iedereen, super bedankt voor het kijken, zeg ik. Tot de volgende keer. En als jullie willen dat ik ook een video maak van de MX Garant. Want die heb ik ook staan hier ergens. Die staat hier ook wel. Ja, MX Garant. Haal het dan even achter, want die kan ik ook nog gewoon doen. In ieder geval, iedereen, hartstikke bedankt voor het kijken. Sorry, later. Dag en doei.